En we gaan door naar de volgende winnaars, want vandaag werden ook nog de winnaars bekend van de World Press Foto. De winnende foto van het jaar bracht, hoe kan het ook anders, corona in beeld. Ja, en we hebben hier eventjes een switch naar een winnaar, maar ook naar een pleitbezorger en van het foto's en een prins van Oranje. Jazeker, hoogheid. We kennen de familie van Oranje natuurlijk als een groot verbruiker van foto's. Althans, jullie worden vaak gefotografeerd. Maar toch ook de vader, prins Klaus, altijd met een camera in beeld geweest. Is dat de inspiratiebron? Wat heeft u met fotograferen? Nee, ik hou erg van fotografie. Ik koop ook foto's, ik maak foto's. En mijn grootvader was beschermheer van World Press. Maar World Press is veel meer dan fotografie. Het is fotojournalistiek. We weten allemaal hoe belangrijk beelden zijn. Ja. Objectiviteit van beeldvorming en het verhalen kunnen vertellen. En het mooie van World Press is dat je dan in één jaar over het hele jaar ziet wat er gebeurt. We hebben de meest uiteenlopende onderwerpen voorbij zien komen. Dit jaar natuurlijk nogal veel corona. Ja. Maar het gaat ook over ongelofelijke verhalen. Er is één verhaal over wat geboortes over de hele wereld in beeld brengt. En verhalen over een basketbalteam in Amerika, waar ze jongens volgen en in beeld brengen. Dus er worden altijd nieuw, echt, dat is mooi, ieder jaar weer, World Press, komen weer verhalen naar boven. Nou, dit verhaal van een andere kijk op de corona, dat was de ontmoeting met de duif, moet jij maar even vertellen. Ja, ja. Want jij bent beroemd geworden met twee duiven eigenlijk. Ja. Eigenlijk ja. Beroemd geworden met deze, met de flamingo. Dat was al twee jaar geleden. Ja. Ja. Ja, beroemd geworden met twee duiven uit Vlaardingen. Ja. Ja. Normaal gesproken reis ik de hele wereld over. En maak ik reportage voor onder meer National Geographic. En nu opeens zit je aan huis gekluisterd. De lockdown, ja. Ja, en moest een grote reportage uitgesteld worden. Ja, en wat doe je dan? En om een zenuwinzinking te voorkomen ben ik de vogels op het balkon gaan fotograferen. Niet wetende dat dit verhaal in mijn schoot geworpen werd, letterlijk. En ik zag een wrijving tussen duiven en gezin ontstaan en dat ben ik gaan vastleggen. En je hebt de duiven ook een naam gegeven, Olly en Dolly heten ze. Want ik begrijp dat het een duivenfamilie was. Ja. Ja, daar kwamen mijn dochters al heel snel mee. En het waren iedere dag dezelfde duiven die binnenkwamen. En die kwamen op een gegeven moment ook de woonkamer binnenlopen. En die werden onderdeel van het gezin in die zin. Ja, hier ging het dan niet echt soepel. Ja. Nee, hier was ze ontzettend bang dat de duif op de hoofd zou landen. Maar daarna is er toch vrede gesloten. Maar op zich, we kennen alle duiven. Ik bedoel, Nederland wemelt van de duiven. Er wordt vaak onaardig over duiven gepraat. Vliegende ratten, noem maar op. Ik weet even niet of dat zo is, maar dat lijkt mij niet heel vriendelijk. Maar hoe werden ze zo beroemd eigenlijk? Want ja, het is eigenlijk een huiselijk plaatje. Ja, klopt. Ik ben het gaan delen op social media. Toen heeft National Geographic het opgepikt. Is het online daar gepubliceerd. Ja. En toen ging die duiven de hele wereld over. Ja. En toen was opeens een heel klein, intiem verhaal. Werd wereldnieuws. En dat wordt nu nog eens versterkt door zo'n prijs in World Press natuurlijk. Wat